Die paternotte, hè, van D66. Ja. Die is die achterbakse. Ja, een gluipertje is dat, hè. Oh, oh, oh. Ja, ik zal jullie even een beetje bijpraten, want jullie hebben natuurlijk lang niet altijd tijd om dat allemaal te volgen. Maar goed, het gaat dus over Brekelmans van de VVD. Nou, en die zei van, als we nou iets willen bereiken op het gebied van asiel, dan moeten wij samenwerken met de PVV. Ja, nou, en toen ging Wilders, die ging gelijk ook twitteren en die zei van, nou, dat is een goed idee. Ja, eindelijk zien ze ons staan. Als je iets wil bereiken in het asielbeleid, ja, dan heb je ons nodig. Nou, en toen kwam, ja, en daar is die dan, Gluipertje Paternotte, die kwam en zei, die, waar bemoeit hij zich mee trouwens, want dit ging over VVD en PVV. En daar komt Paternotte en die begint ook tweet. En die gooit eventjes een vrachtwagenbagger over onze Wilders heen. Nou, dan ben je natuurlijk aan het goede adres. Want die Wilders, hup, boem, die komt gelijk terug. En die zegt, die paternotte, die moet zijn grote kop houden. Ja, en nu komt hij, vrienden, nu komt hij. Wat gebeurt, wat zei Wilders? Die zegt, die paternotte, die belde mij de dag voordat die motie van wantrouwen kwam, weten jullie het nog, ja, in de Kamer, tegen Rutte, dat Rutte, die moest gelijk opstappen. De dag daarvoor heeft die paternotte die Wilders gebeld. En die vroeg, wil jij niet even een motie van wantrouwen indienen? Ja, want dat wilde hij zelf niet doen. Nee, dat was, ben je dan een gluipertje? Ja. Wilders bellen, dan dien jij hem in en dan gaan wij met jou meestemmen. Gadverdamme zeg. Ja, wat, dat komt nu uit. Ja, en wij wisten het natuurlijk al van dat achterbakse D66. En waarschijnlijk is die paternotte daarna gaan bellen met GroenLinks en Partij van de Arbeid. En willen jullie een motie indienen? Ja, want dan kunnen we die Rutte zijn nek omdraaien. Ja. Slecht allemaal, hè? Ja, zo slecht is de mens. Ah, dat wordt dan helemaal zo in beeld gebracht via die paternotte. Nou ja, in ieder geval, wij wisten dit allemaal al. En de ober heeft mij laten weten dat hij heeft meegeschreven.